Grote opluchting voor meerkamper Owen Beukens uit Emmeloord. Hij was eerste reserve voor het NK Meerkamp dat zaterdag in Apeldoorn van start gaat. Door afzegging van een andere atleet mag Beukens nu toch meedoen. Ja, zeker. Ik heb gisteren horen gekregen dat ik mee mag doen, dus ik heb er super veel zin in. Door corona mochten er dit jaar geen 16, maar slechts 8 atleten meedoen aan het NK. Beukers moest als eerste reserve dus hopen op de afzegging van een concurrent. Uh, ja, heeft een atleet, hij is afgemeld, is toevallig gekomen bij hordenlopen lopen uh, tijdens training. Dus uh, die heeft zich afgemeld, dus mag ik meedoen. Ja, opluchting hè? Jazeker, is heel erg opluchting. Ik had er, uh, ja, je leeft natuurlijk met een dubbel gevoel. Uh, tijdens de trainingen van mag ik nou wel of niet meedoen. En uh, als dat uiteindelijk het uiteindelijk uh, wordt gezegd: van je wordt toegelaten en het staat er, dan uh, ben je wel super blij. Vanwege corona kon Beukers niet in de sporthal trainen. Dit in tegenstelling tot een groot deel van de concurrentie. Ja, zes van de acht uh, deelnemers die trainen op Apendal. Uh, dus die hebben alle voordelen van het uh, binnentrainen. En, uh, nou ja, ja, alle, alle faciliteiten die we binnen kunnen doen. Dus zij hebben allemaal een topsoort status. Dus uh, zij kunnen wel uh, optimaal uh, voorbereiden. Goede voorbereiding of niet? Beukers heeft zich voorgenomen om in Apeldoorn zijn huid zo duur mogelijk te verkopen. Ja, ik heb me nog steeds uh, fysiek uh, en mentaal goed kunnen ontwikkelen. Ik heb uh, ja, goed kunnen voorbereiden op de onderdelen die ik wel heb kunnen trainen. En uh, ja, ik uh, begin steeds uh, be beter te bewegen. En uh, ik word sterker. Dus uh, ja, ik ben er fysiek gewoon klaar voor. We doen de 8 mei. Op welke plek uh, mik jij? Uh, ja, ik heb nog niet echt de plek gemikt. Ik uh, kijk wel waar het uh, schip in ieder geval. Maar uh, ja, ik zo hoog mogelijk natuurlijk. Zoveel mogelijk punten. Ik ga voor veel PR's. Owen Beukens uit Emmeloord. Het wordt voor hem zijn eerste NK-meerkamp bij de senioren.